Vandaag is het World Economic Forum begonnen in het Zwitserse Davos. Elk jaar komen regeringsleiders, directeuren van grote bedrijven, wetenschappers en journalisten bij elkaar om de wereldproblematiek te bespreken. Tegelijkertijd houdt deze jaarlijkse bijeenkomst de gemoederen flink bezig. Aan tafel voorganger Kees van Velsa. Goedenavond, meneer Van Velsa. Goedenavond. Ja, het, uh, het WEF het is in ja. uh, mysteries uh, gehuld. Wat is het precies? Uh, is het World Economic Forum is begonnen in 1971 en het is. Echt gecentreerd in ja, Zwitserland. Het kantoor van deze club is ook in Genève. Er werken rond de 400 mensen. Het is begonnen door Klaus Schwab. Een professor, maar ook een zakenman. Interessante combinatie van die twee. En die heeft eigenlijk iets willen starten. Een platform waarin mensen, maar dan allerlei mensen die, ja, die je zou kunnen noemen hoogwaardigheidsbekleders. Maar wat heet het dan, hè? de elite, zei u al. Um, om die bij elkaar te laten komen om elkaar informeel te ontmoeten. Ja, dan is de grote vraag natuurlijk, wat doen ze daar? Ja, dat is, eh, om, dat is inderdaad met mysteries omhuld. Omdat een deel namelijk van de sessies die zijn open... en vrij toegankelijk voor journalisten... maar een deel is dat dan ook weer niet. Het um, is interessant dat bijvoorbeeld Greenpeace is lid van het World Economic Forum... maar heeft kritiek op het feit dat er nu met duizend privéjets naar Davos gevlogen is geworden. En dat vinden ze toch een beetje apart, want het moet ook gaan over het klimaat en dergelijke. En dan zie je ook dat, um, ja, dat, dat een aantal zaken erg lastig te combineren zijn, kennelijk. Ja. En wat voor thema's worden daar dan zo op besproken, behalve klimaat? Ja, het klimaat wordt dus inderdaad een, een, een punt dat ze heeft teruggekeerd. Maar op <kwijnt> dit moment is het grote thema wat besproken gaat worden... ...is hoe gaat het met de prijzen van voedsel en olie? Dat is natuurlijk uiterst relevant, want gezien de covid-crisis... ...maar ook wat er gebeurt in Oekraïne... ...overigens de grote leiders, ja, Poetin, Xi Jinping en uh, Biden... ...zullen er niet bij zijn. Uh, zeker Rusland is niet welkom. Een kleine delegatie uit de Oekraïne zal er wel zijn... ...onder leiding van Klitschko, de voormalig bokskampioen... ...burgemeester van Kiev. En... Het wil dus, men, laat, men, men is dus echt bezig om daarover te spreken met elkaar... van hoe kunnen we nou dingen oplossen. En zie het dus vooral ook, denk ik, als een netwerksessie. Ja, en u schetst net als ik allemaal vanaf 1971 bij elkaar, 50 ja. jaar... Ja. Wat hebben ze in die afgelopen vijftig jaar dan concreet bereikt? Ja, dat is een hele boeiende vraag en daar beginnen dan de complottheorieën, omdat meneer Klaus Schwab ooit heeft gezegd er moest gaan plaatsvinden een Great Reset, zo is dat gaan heten, een complete herstart, alsof je alles terug op nul zet en dan met een soort van schone lijn zou kunnen beginnen. En dat heeft bij heel veel mensen argwaan gewerkt, kwaad bloed gezet ook trouwens, ja maar wat wil hij, een wereldomvattend economisch systeem en zeker ook voor christenen geld dan, wacht even, daar spreekt de Bijbel ook over, in hoeverre is dat gelinkt, maar als u dus, dat was uw vraag, concreet aan mij vraagt, wat hebben ze nou voor elkaar gekregen, dan zie je een aantal gesprekken die plaatsvinden en een aantal zaken, maar je kunt eigenlijk vrij lastig concrete resultaten Terugvinden. Ook omdat, van onze koningin Maxima, is er ook dit jaar ook weer bij bijvoorbeeld, omdat een aantal mensen toch een beetje bang zijn zich in de kaarten te laten kijken van wat er nou precies besproken wordt. Ja, en nu haalt de complottheorieën inderdaad al, uh, al aan. Ja. Um, ja, wat is nou de reden dat zoveel mensen dan dit soort complottheorieën aanhangen? En dat vind ik een hele goede vraag die ook lastig is te beantwoorden. Ik stel me dan ook de vraag van in hoeverre ben ik daar zelf gevoelig voor. En misschien dat ik daar wel gevoelig voor ben, omdat ik toch wel denk dat ik op het moment... Kijk, als je, je hebt natuurlijk invloed en je hebt macht. Invloed, dat heeft elk mens. Macht, dat heeft niet iedereen. En kun je zeggen, ja, maar men wil macht mensen willen, zeker als je miljardair bent, wat ik bepaald niet ben, ook niet in de buurt daarvan kom eerlijk gezegd, maar als ik het wel zou hebben, dan zou ik natuurlijk ook mijn geld, ik kan nu ook mijn geld voor goede dingen inzetten, van Gods Koninkrijk, maar dan zou ik ook mijn geld willen inzetten om dingen te bewerkstelligen. En dat is iets waar je van merkt dat mensen zeggen, er komt zoveel bij elkaar aan intelligentie. Bijvoorbeeld, ik noem een naam, Fijke Sibesma. echt een, een topper in Nederland, in 1951 geboren in Nieuw-Loosdrecht. En, en, en deze man is, wordt gezien als de een van de belangrijkste leiders van heel Nederland. Die zit daar dan ook bij. En, en wat, wat doen die dan allemaal? En, en die mensen willen iets, maar wat willen ze dan? Juist het en, schimmige en het ongrijpbare, dat, uh, dat het geeft heel veel voer en allerlei theorieën. Ja, en u gaf ook al aan: van ja, veel christenen, uh, inclusief uzelf... zijn daar ook vatbaar voor. Ja, het, het interesseert me, maar ik, ik moet je eerlijk bekennen dat ik de afgelopen tijd. Ook toen, dat, toen ook mensen zei, maar mij erop aanspraken. Ja, maar Kees, zie je dan niet wat er allemaal bezig is te gebeuren? Dat ik me afvroeg, wat zegt nou eigenlijk de Bijbel daarover? En voor mij, ik heb het hier opengeslagen. Uh, in de thessalonisch brief de tweede, trouwens ook in de eerste, spreekt Paulus over het feit dat die gemeente een compliment krijgt. Want in tijden van verdrukking blijven ze standvastig en blijven ze staande. Maar, zegt hij, zie dat je niet je bezinning verliest. Je verstand verliest, zegt een andere vertaling, in verband met die dingen van de laatste dagen van de wederkomst van de Heer Jezus. En wat ik dan zo bijzonder vind, is dat je ziet dat op het moment dat hij terugkomt, de Heer Jezus, dan zal de, de Great Reset plaatsvinden. En ik, je hoeft dus, mijn zin is, totaal niet bang te zijn voor wat het World Economic Forum u zei al terecht in uw inleiding, ik zou willen dat daar christenen bij zouden zijn. Maar ik weet van christenen, niet van christenen die daar komen. Ik weet dat er wel kansen zijn, want men heeft geconstateerd in de afgelopen jaren dat er wel heel veel oude mannen, zo van mijn leeftijd kennelijk, bij zouden zitten. Dus er moest voor jongen komen. Dus heb ik gezegd, nou de helft van de wereldbevolking is 27 jaar of jonger. Dus we willen meer jongeren erbij hebben. En dat schijnt voor een deel wel gelukt te zijn. Maar ik zou willen. Dat mensen zonder angst daar naartoe zouden gaan. En ik vind het bijzonder dat we en de week van gebed hebben en het World Economic Forum. En waarom is dat bijzonder? Omdat ik me afvraag, wat heeft eigenlijk meer invloed? En mijn antwoord is, als wij werkelijk ons voor Gods moedigen en hen bidden, ook om herstel, en, en dat zijn evangelie zou klinken, dat dat veel meer van invloed is dan een compleet World Economic Forum. Ja. Dus wij christenen kijken eigenlijk te veel met, met angst naar. Zo'n invloedrijke club als het web En kijken te weinig naar, naar de Heer. Precies, dat vind ik een mooie samenvatting. Omdat ik nergens tegenkom. Nog bij de Heer Jezus. als hij omgaat met Herodes. Hij is niet geïntimideerd. En dan zegt hij ook. geef aan de keizer wat aan de, van de keizer is. Een Paulus die zich beroept op de keizer. En te horen krijgt: Paulus, dat is levensgevaarlijk. Dat gaat echt niet goed. En hij zegt: Ik ben bereid om daar naartoe te gaan. en mijn leven te geven. ook in dienst van de Heer Jezus. En het mooiste vind ik wel misschien Psalm 2. Waarin staat, waarom woeden de volken? Laten we nu eens ervan uitgaan dat het World Economic Forum echt zo slecht is en zo gevaarlijk als mensen denken. Dan staat er, waarom woeden ze en bedenken ze ijdelheid? Het gaat dan tegen God en zijn gezelden. En die in de hemel woont, die zal lachen. En zolang de Heer God lacht om dit soort dingen, hebben wij als Christen een unieke kans om te bidden en ons te vernederen voor God. Dan zeggen, we, Heer, Jezus, u komt terug. En dat wordt nog eens een keer een reset. Ik kan geen enkele Great Reset tegenaan. Nou, is het dus ook uh, de week van gebed. U noemde ja. het net al. Um, moeten we dan juist in deze week het web meenemen in onze gebeden? Absoluut. Ik hoop dat Klaus Vaak tot, tot bekering komt. De mensen zien hem als een soort van antichrist. Ik, ik ken die man helemaal niet, maar ik, hij, hij, ja, hij, hij doet een aantal dingen. Maar bid daar alsjeblieft. Onze koningin zit daar. Onze minister-president zit daar. En misschien dat hij allerlei mooie contacten kan leggen. Maar laten we daar inderdaad ook voor bidden. Dat ze op ze tot bekeering komen. Dat ze tot bekering komen en, en dat ze zullen beseffen dat het Koninkrijk van God, daar gaat het om. We bidden dat uw Koninkrijk komen en het Koninkrijk gaat komen. Hij brengt zijn volk thuis in Israël en de Heer Jezus zal zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ja. Um, toch nog even naar die bijeenkomst in, in Davo. Er moeten daar meer christenen komen, zegt u. Ik vind dat er heel veel christenen toe moeten. Ik had het voorrecht om afgelopen week een prachtige avond met een aantal jonge christenen te hebben, die met bedrijven en zus en zo. En niet of je, of je nou bedrijf hebt of niet, gaat niet om. Maar gewoon toegewijde mensen en dan denk ik, daar wil ik, zou ik zo mooi vinden dat een aantal van dat soort mensen daarheen zouden gaan. En omdat een aantal dingen zijn geheim, kun je wat van vinden. Daar vind ik ook wel wat van. Maar juist op die momenten, kom, kom uit voor de dingen van God. Wees niet bang, leg af die angst en ga met vrijmoedigheid dit geestelijke gevecht aan. Ja, en, en welke, welke boodschap moeten we concreet dan zeggen? Stel, u zou met Klaas, uh, Klaus Waap in één ruimte zitten. Ja. Wat zou u tegen hem zeggen? Ik zou hem vragen wat hij als het doel van zijn leven ziet. Dit wil hem zeggen: dat het enige wat werkelijk verandering brengt en wat, wat werkelijk mensen verandert, is het, kennen, het persoonlijk kennen van de Heer Jezus Christus. Daar draait alles om Zonder hem is alles zinloos. Hij geeft vrede, hij geeft shalom, en daar kan niets of niemand kan daar tegenaan. En het is een uitnodiging om hem uit te nodigen om in je hart en leven te komen. Het zou mooi zijn als dat een boodschap is die vanaf het uh, web klinkt. Nou, Dank voor je toelichting. Tot meneer Kees van Velsen.